Goedemorgen iedereen, welkom bij mijn nieuwe vlog video. Het is vandaag vrijdag en het is super vroeg. Het is 8 uur bijna. En ja, ik neem jullie gezellig mee vandaag. Of dit weekend, ik neem jullie dit weekend mee. Want vandaag is mijn laatste thuisdag en dan ga ik dit weekend naar Amsterdam voor de Omai Festival. En daar heb ik zin in. En dan ga ik vloggen, in hoeverre ik kan vloggen. Ik weet wel dat ik camera's mee moet nemen, maar ik weet niet of ik zin heb. Maar of ik daar dan zo ben, aangezien ik 2 centimeter ben en iedereen zo is. Snap je? Dus ik ga even mijn make-up doen. Och, ik ben moe gek. Oh my god. Dus vandaag ga ik naar Amsterdam met Aleisha. En we meeten everybody there. En het is ook onze laatste stage dag. Dit is de eerste keer in 3 weken dat ik tijd heb om mijn make-up te doen in de ochtend. Want meestal ga ik gewoon de rode deur uit met mijn verwilderde wenkbrauw. Maar ja. Ik heb geen tijd. Ik heb gewoon heel veel ideeën. Maar daar heb ik ook geen tijd. Ik ben een make-up demon. Ik moet gewoon naar mijn make-up doen. Are you rich man? Are you rich man? Het feit dat ik nu al praat in de ochtend. Ik ken het. Jullie mannen zijn ook niks. Ik moet die mannen gaan halen. Ik wil die mannen zien. Ik ben helemaal klaargemaakt. En ik ga zo onderweg naar stage. En mijn ouders gaan zo op vakantie. Of morgen, maar ik zie ze helemaal niet meer. Je ziet het niet. Nee, dat zie je niet. Ik heb een bomber van de Zara aan. En een t-shirt van Aspak of zo. Aspak, ik weet niet. En een broek van Nike Mama. En schoenen van Calvin Klein. Ik ga mijn moeder niet filmen, maar ze doet wel stoer. En ik ga zo naar stage. Ik heb eindelijk mijn laatste stage dag. Eindelijk fucking leuk. Ik kan niet de enige zijn die stage zo kut vindt. Alsjeblieft, zeg me of je stage kut vindt. Ben jij stage kut? Ze durft ook niks meer te zeggen. Ik ga mijn moeder zo missen en papa. Ze tjoeriet alleen. Ik ben op station aan het wachten om naar Groningen te gaan met de trein. En ik ben moe. Mijn koffer is hier.
En mijn handbagage hier. En er is nog helemaal niemand hier. Überhaupt. Nou, mensen, ik ben op stage. En dit is mijn outfit. Ik loop stage in de Kostens, by the way. Mensen die dat niet weten. Beste stageplek ever. Beste stageplek ever, zegt Cher. Nee, nee. Ja, ze willen dat ik volgend jaar terugkom. Maar we will see. En dit is mijn outfit. Ik heb een jurkje aan. Blouse jurk. En een riem. Super cute, super cute. Kijk, ze we hier hebben. Taart halen. Oh ja, maar straks. Ik ben aan het vloggen. Wow, die buff. Ik kon net goed de deur open laten. Ze zijn naar binnen moet. Nou, omdat het onze laatste dag is, gaan we een taart kopen met ons gezicht. Want wij zijn zo. En super leuk. Waarom heb ik dit nooit eerder aangehad? Ja, dat is wel. Ja. We gaan nu onze taart ophalen. Wow. Hallo. Hallo. Auw. Vloggen. Ja, ik ben aan het doen. Je komt te werken. Wilt u in mijn vlog? Nou, ja. Oh, oké, okay. Nou, nu bent u er al. Ik ben gewoon de chauffeur. Oké. Nou, u kunt naar binnen. Zo. Oh, daar ben ik blij mee. Ja. Ik ga stuk. We gaan ons taart ophalen. Naast is mooi gelukt. Nee, ik ben zo boos. Oh, daarom legen ze die tekst op Nina. Wat heb ik gezet op Nina? Ja. Ik vind het niet mooi. Want ze heeft gewoon met gel. Kijk naar deze duim en dan deze duim. Oh. Mattie. Nou. Welke taart hadden jullie kiezen als jullie taart? Geen slagroomtaart. Nee, ik haat slagroom. En of chocolade of red velvet of appeltaart. Of marshmallow. Het is fucking vroeg. Godzijdank. Kijk naar onze taart. Dit is toch het schattigste ooit. Fucking groot hoofd heb ik. In die fucking. Ik ga ze terug. Ja, we zijn in de trein. Oh. Kijk mijn kuiltje. Oh, we rijden. Oh, ik ben echt wit nou zo. Ja. Ik ben toch nog deze trein ook niet. Nou, we zitten in de trein naar Amsterdam. Ik ben net vrij van stage. En ik heb super lief dit afscheidscadeau gekregen. Nee, want ik ben nog steeds geen alcoholist. I'm Meis en we gaan onderweg naar Amsterdam. Want morgen is oh my. Oef, we zijn al een tijdje in Amsterdam. We zijn zo. Ik heb zoveel honger. Ik heb sinds 3 uur niet gegeten. En I'm cranky now. I need some fucking food. Maar we zijn. Oh, we zijn echt volgens mij in Turkije. Want ik wil alleen maar dunne zaken. En ik wil gewoon Surinaams eten. Oh, ik ga even stoppen hoor. Er zijn allemaal jongens en ik ben bang. Nou, we lopen. We zijn in de. Wat? Waar zijn we? Ik weet niet hè. We lopen. Overal is gezellig. Ja, overal is gezellig. Waar zijn we? Waar zijn we in West? Assendelfstraat. Assendelfstraat. Ik woon hier toch niet, dus kom maar. En we gaan even naar Centraal. Want ik wil. We gaan naar Centraal. Surinaams Chinees, ja. Oh. Want ik wil Chinese food. Surinaamse. En niet dunne kebab in mijn bek. Nee, ik ook niet. Nu. Kom maar zo. En mijn Alicia. Ik heb ook haar. Oh ja, ik ook. Maar waarom ben ik nog steeds wit? Ik ben het. Ik heb haar. Kijk, ze heeft haar hoor. Mensen, ga niet in de comments zetten, kalkal. Nee, ga niet zetten, want. Ik ben maar. We zijn in Amsterdam aangekomen. Het is tiering warm. Ja. En er zijn heel veel mensen aan het lekker op het terras.
Ja joh. En ik heb sinds 3 uur niet gegeten, hè? Wel koekje. Maar warm eten. Kijk, ik moet echt een standaard, want ik ben moe. Ja, die ding is best zwaar. Ja. Koop bij de... Mediamarkt. 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 Oké, okay, ik film. Kom zo terug. Alijs is echt een knuffel. Beer. We zijn bij... Opnieuw. We zijn bij Kimyin. Kimyin. Kimyang. Ik weet het niet. En we gaan lekker eten. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag vrijdag. En het is ongeveer 10:45. We zijn nu in Amsterdam en mijn ouders gaan vandaag op vakantie en ze belden me vanochtend en ik was zo emotioneel, want nu ga ik zijn maat niet zien. Ik heb geen make-up op hoor, dus niet gek zijn. En ja, want als hun terugkomen van vakantie, dan ga ik weer op vakantie de dag erna of zo. Dat is super kut, dus ik zie ze echt een maat niet. Maar ja, het is vrijdag en ik ben blij dat je nog steeds kijkt. Ik weet niet wat jullie nog hebben gezien. Ik weet niet wat ik gisteren heb gefilmd. Of ik hem heb afgesloten. Maar bij deze, good morning. En wij gaan vandaag naar Oh My. Vandaag nog met z'n viertjes, morgen met z'n zessen. Kijk hoe vol deze wimper is. En deze is al... not what it's supposed to be. Maar dat heb ik altijd. Eén oog is super mooi en die andere heeft zijn eigen wil. Ik heb zo raar gedroomd. Ik droomde letterlijk dat mijn tanden eruit vielen. Maar niet eruit vielen zo. Maar gewoon dat het afbreekte, afbrokkelde. En dan die onderkant is dan vet aan het knarsen of zo. En dat was zo erg. Toen werd ik wakker en dacht ik, what the hell. Ik hou niet van enge dromen. Wij zijn ons aan het klaarmaken. Want Oh My is almost. En ik heb deze top aan. Van de Primark. En dan deze rokje van de Bershka. En dan gewoon boots. En Alijs ziet er zo uit. Die is bezig met haar haar. En we hebben... oh my god. En we hebben even gegeten en zo. En het wordt zo warm. Of het is al warm. Toen we wakker werden was het volgens mij al 20 graden. Maar ja. En ik heb er zin in. We hopen. Oh. Is het bevallen? En kijk eens de troep die wij hebben veroorzaakt. Dit. Sorry. Broer van Alijsja. Hoe laat is het? Wat moet ik doen? Ja, het is een hele tijd de klok. Heb je dat ooit gezien? Oh. Want gisteren kreeg je dan zo de hele tijd. Het is 1 uur. Nee, 500 man. We zijn buiten. Dit is mijn outfit. Dit is Alijsja outfit. En we gaan even naar de Kruidvat. Want we hebben nog dingen nodig. Snel. Het is van L'Oréal. Ik heb een gele tas aan. Ik weet niet waarvan die is. Om. En deze van de Pri. En deze van de Bershka. Kijk. Maar dan moet je even je kleur vinden. Dit is duur. Ja, dat wel, maar hij is wel goed. En we hebben blaagblazers nodig voor de vrouw. Pak alsjeblieft wat je hebt nodig. Ja, maar nu al, hè? Ja, nu al. Wat bedoel je nu al? Wanneer ga je dan halen als we daar zijn? Ja, dus. Is that Oh My ready? As you can see.
En nu gaan we Sultana en Jolijn meten. In de Belm. Amsterdam Belm Arena gaan we nu heen. In de sprinter. En ik snap niks. Ik dacht eerst dat we naar Maastricht moesten. Ik snap ook niet. En als ik jullie zeg, het is zo warm. Waarom doe je zo omlaag? Ik ben hier. Het is zo warm dat dit zweet. Hier tussen heb ik gewoon laten. Ja. Op spierbal. We hebben wel wires dus. Ja, we hebben wires. Alleen ze heeft het geregeld. Het is wires voor de wire bepaald. Ja. En Amsterdam is zo mooi. Ik blijf het even echt raar. Want ik vind Amsterdam helemaal niet leuk. Maar het is echt mooi. Ik wou dat ik kon draaien. Branden op dat ding. Het is zo tyfus warm. Dat is echt normaal. We wachten op Sultana en Jolijntje, Jolien. En we zijn bij Redenpark. En het is zo druk. En daar is de festival erachter. Maar oh mijn god. Ik kan het niet aan. Ik heb er zin in. En ik weet niet, ik ben die line-up alweer vergeten. Oeh, ik ook. Het is zo heet. Ik kan niet. Ik weet wel dat Meek Mill zo komt. Ja, zo, die komt pas in de avond. Hij in de avond? Ga kijken, want ik weet niet wat je zo noemt. Want voor hem kom ik, Mattie. Maar ik ben Osso. Nou, we zijn in McDonald's beland. Morgen, you don't see my face because it's too low. Maar ik eet frikandel brood. Eigenlijk moet hij hoger of moet naar achteren. Even terugblik op gisteren. Gisteren, oh my, was echt wel echt leuk. Zeg maar, de sfeer zat er wel in. En, maar het was zo tyfus warm. Het was zo warm. Ik heb echt alleen maar water gedronken. Ik heb één vodka Red Bull gehad. Dus en toen dacht ik, nou, als ik nu ga drinken, ga ik dood. Oh, ik moet even zeggen waar ik het vandaan heb. Ja. Nou, deze bomber is van de Zara in de sale. Kaart hangt nog aan volgens mij. Ja, alles moet je wel afhalen. Ja, alle kaartjes hangen weer aan. Ik had niet vergeten. Van deze ding. Deze is van een webshop Pharrell. Pharrell, ik weet niet. In Engels. Ja, ik weet ook niet. Deze set heb ik van Zalando. Club L. Mijn kankerkijntje. Festival ready. Ja, moet nu al fixen.
outfit. Oh ja, ik moet maar knippen. Heb je scharen hier? Ja. Voor mij. Oh ja. Nou, knip 1. Ik ga blauw maar look en het zingt pas na 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 na. Alleen als jij instemt, ik krijg, ik denk. Ik denk. Ik dacht hier te staan. Kijk, zie je dat? Wow. En Jessica is ongeveer bijna hier. 2 kilometer van me vandaan. Maar waar ben ik dan? Oh, ze is echt om de hoek. Nou, we zijn op straat. Klinkt zo dom. We zijn buiten en we wachten even op Jess. Want we dachten van, we moesten hele 2 trappen af met die koffers. Dat gaat niet zo soepel. Dus we dachten van, we gaan er vast. En mensen kijken ons aan alsof wij... We gaan gewoon joggen hoor. Dit is onze jog outfit. Of cycling zelfs. Dat is fietsen. En die grap is, ik vergeet altijd hoe Jessica haar auto eruit ziet. Dus ik kijk in iedere auto. Oh, ze is er. Oh. Nou, dat is het niet, hè? Dat is haar niet. Dat lijkt je daar, ja. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Dat is Jessica niet. Maar daar is Jess. En Lum. Oh, hallo. Dank je. Nou, we zijn herenigd. Kijk hoe leuk Jess eruit ziet, kleine baby. En Lum, oh my god, zo kijk leuk. Hoe mooi dat pak. Ja, dit is heel leuk. Ja, echt man, dit is echt voor jou gemaakt gewoon. Ja, dit is echt ja, jij. Ja. We zijn in de car met Jess de driver. Deze meid is van Groningen naar Amsterdam gevlogen in 1 uur. Gevlogen echt. Lekker gevlogen. Ik weet niet hoe, hè. Al die auto's keken zo. Nou, de kleinste is altijd de pineut. Ik zit hier, kijk op mijn benen dan. Doe. Day 2 inderdaad. We lopen. Het is super mooi weer. Oh shit. Ik ben hem vergeten. Die zit in de auto. Je kan hem nu nog halen. Heb jij hem mee? Ja. Want ik heb 1 extra. Extra. Echt? Ja, want zij... Oké, kom. Oh mijn god. En we gaan weer terug. Ja, we gaan weer terug. Nou ja. Die ding is nodig hoor. Ja, die ding is echt nodig. Maar gisteren was die echt nodig. Ik weet niet of die vandaag... Hadden jullie hem gisteren dan? Ja. De hele tijd. Oh, dat is wel... Ja. Die heb ik gisteren jou gekregen, maar die ben ik vergeten. Fleeky girls. Ik heb het niet meer, jij niet meer. Chicky is het ook, hè? Nee, ik heb het niet meer opgenomen. Oh,
again. Alweer, want ik kan niet zonder. Rara, waar zijn we? Met de auto naar school. Kom op. Mackie. Ja, ik haal je maar op. Ja, doe maar. Jou ook. Ik voel je. Oh, hoe laat? Je deed staat achter je kamer. Nou, ik ben zo moe mensen. Ja. 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 Kan ik ben niet, ik in bed, ik weet niet. Ja. Achter je heb ik net mijn ogen dicht. Gewoon nog bezig met een andere stelling. Maar krijgt altijd veel. Maar hoe gaan ze dit ooit goed krijgen dan? Ja, deze bestelling gaat helemaal fout. Ja. Het is inmiddels... Hoe laat? Kwart over drie in de nacht. En ik ben echt sinds 3 uur thuis, denk ik. Ik ben echt heel erg moe. En ik besef altijd, Groningen is zo ver van Amsterdam. En dan woon ik ook nog niet eens in Groningen. Nog verder. Nou, ik ben eindelijk thuis. En het was een hele leuke dag. Dag 1 en 2 waren zo verschillend. Maar ja, even leuk. Dag 1 heel veel UK people. Dag 2 heel veel Nederlanders. Gewoon. We zijn Nederland, dus gewoon hoe het hoorde. En het was heel leuk. Maar ja, ik weet niet. Maar hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Ik weet niet of die super rommelig is ofzo. Want ik weet ook niet echt wat ik precies heb gefilmd. En hoe ik heb gefilmd en wie heeft gefilmd. Kijk, schil. Of zo lijkt het. Dus dat, ik weet niet wie heeft gefilmd of wat is gefilmd. Maar hopelijk vonden jullie het een leuke vlog om naar te kijken. Ik ben zo moe, ik kan niet praten. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Ik heb een heel leuk weekend gehad bij oma. En hopelijk vonden jullie het leuk om naar te kijken. Ik ben super moe. Mijn stem doet pijn. Hey, en als je bij Omai was, moet je me zeggen. Want ik heb jullie niet gezien. Ik heb maar een paar mensen gezien. Ja man, zeg even of jullie bij Omai waren. En wat jullie ervan vonden. En of jullie volgend jaar weer gaan. Dus zet in de comment of je gaat. Of je er was en hoe je het vond. Want ik vond het leuk. En of ik was 2 dagen. Ik weet niet hoeveel dagen jullie waren. Maar vond je dit een leuke video om naar te kijken? Doe dan een duimpje omhoog. Als je volgend jaar naar Omai Festival gaat, doe een duimpje omhoog. Als jij bij Omai Festival was, doe een duimpje omhoog. Als je 2 dagen ging, doe een duimpje omhoog. Als je 1 dag ging, doe een duimpje omhoog. En deel het, if you want to. Maar subscribe on my channel. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En misschien wordt dat wel een challenge of nog een vlog, ik weet het niet. Maar ik wil een challenge doen, dus... Good night, mensen. Tot de next video. Oh, ik dacht even dat iemand dat was. Wat hij met zijn bed hoorde.